Op Gamescom 2019 heb ik even aan de slag kunnen gaan met Watch Dogs Legion. Het derde deel in deze open world serie door Ubisoft. Eentje die ik zelf een beetje vanaf de zijlijn bekijk. Ik vond de eerste niet zo boeiend, maar de tweede blijkt wel weer heel goed te zijn. En Legion, deze game dus, die komt met een nieuwe gimmick. Namelijk dat jij elke speler, elke NPC in deze wereld, die kan jij recruteren tot DedSec, de rebelse organisatie van hackers. En in eerste instantie dacht ik, wat een rare gimmick, waarom zou je dat willen doen? Dan heb je geen verhaal, je hebt geen bond met die characters. Maar tijdens deze demo zat ik met een hacker te spelen. Die kon alles van een afstand desoriënteren. Ze kon wapens hacken, ze kon gates open doen. Dus dat is een hele toffe approach. Je kan natuurlijk gewoon knallen, je kan met de mensen op de vuist. En vervolgens ging ik switchen naar een oudere vrouw die mensen kon dropkicken op straat. Vervolgens hackte ze een auto, die liet ze naar achter rijden. Ik stapte achterin in en bestuurde vervolgens die auto door de straten van Londen. Dat was zo ontzettend vet. Vervolgens switchte ik naar een heel fragiel vrouwtje die mensen bitchslapte in de face. Dat was fantastisch. Dat is de fun die je kan hebben met Watch Dogs Legion. Maar daarnaast belooft het ook heel veel content met allerlei zijverhalen en story content. Want ja, DedSec moet wel ergens heen. De versie van Londen die ze hier hebben neergezet is futuristisch en in bepaalde zinnen wel overdreven, maar wel realistisch. Iedereen wordt in de gaten gehouden. De overheid weet alles van je, dus mensen moeten er wel iets tegen gaan doen. En dat gaan ze op een sneaky manier doen. De manier hoe mensen die maskers opzetten als jij eenmaal je gun trekt, dat is heel erg angstaanjagend, maar dat is juist ook een beetje de bedoeling. En het feit natuurlijk dat als jouw character doodgaat, dat deze dan ook weg is. En dan moet je weer iemand nieuw gaan recruteren. Dit is nou een game waarvan ik denk een toffe speeltuin waar je diep in kan duiken als je er de tijd voor in wilt steken. Ik kan nu al niet wachten om de eerste Grandma Only Runs van Watch Dogs Legion op Twitch te gaan zien. Watch Dogs Legion is gewoon heel erg veelbelovend en raad is, het speelt ook nog eens lekker. Nou, deze game komt in maart uit voor de PC, PlayStation 4 en de Xbox One. En we gaan natuurlijk meer video's maken vanaf Gamescom, dus check daarvoor www.gamergeeks.nl.